Naast mij zit Okkie Vijfwinkel. Ja, we kennen elkaar nu al een aantal jaren. En vooral weet ik, jij bent een wandelende encyclopedie. Als het over muziek gaat, dan weet jij eigenlijk van alle stijlen wat. Dat klopt. Ja. Hey, Okkie, jij bent DJ. Ja. Jij bent voormalig, of misschien nog wel steeds, punkzanger. Hardcore. Ja, er gebeurt niet heel veel meer. Maar ja, het is wel een hobby. Ja. Dat doe je nog steeds? Nou, op het moment niet echt. We zijn ook de hele tijd nog niet bij elkaar geweest, zelfs al niet om te oefenen. Nee, ja, dat geldt voor iedereen. Gemeenschappelijke oorzaak. Ja. Ja. Hetzelfde als met het draaien. Ja, tja. Ja, dat is kloot, hè? Maar ik ben blij dat je er bent, man. Ja, ben er. Ik ben vereerd om hier te zijn. Ja, zeker. Jij hebt al wat livestreams gedaan voor Beroeg ook, voor die tijd. Hè? En ook nog met 35 jaar bestaan heb je nog op het podium gestaan. Ja, samen met jou. Kun je nog voorstellen dat we nu 5 jaar verder zijn en dat we nou weer over 40 jaar Beroeg hebben? Nou, er zit een groter zwaartepunt in die 40 jaar dan in die 35. Ja. En ja, goed, ik ben betrokken bij de Dig It Up expositie op die manier dat ik de teksten heb geschreven. Een groot woord. Ik heb ze herleid van de waanzinnige bergen informatie die beschikbaar is. Leo onder andere, grotendeels, maar ook herleid Lucky en Saskia. En, ja, ja. Ik heb daar een soort van mega samenvatting van gemaakt, nog wat verder onderzoek gedaan. De teksten op de site zijn van mij. Ja. Dus dan raak je betrokken bij Baruch. En ik wil je het gras niet voor de voeten wegmaaien. Ik heb onderweg hier naartoe een beetje nagedacht. Maar ja, het is begonnen als een jongerencentrum, weet je wel? Ja, ik weet het. Jij hebt het begin meegemaakt? Ja, nou 37 jaar geleden. Okay. En ik weet nog, dat, want daar hadden we het over. Want eigenlijk had René Veerkamp hier ook geweest, maar goed. Ik weet nog dat René daar in zijn houtjes-touwtjes, zijn lange zwarte trui met lange mouwen en zijn lange blonde haren daar als een beetje een vervelende jongerenwerker rondliep, weet je wel. En wij daar als toen best wel opgeschoten jeugd af en toe de boel kop kwamen zetten. Nee, ik weet dat nog wel, ja. Oké. Okay. Ik weet dat nog wel. Geweldig. Maar was jij dan misschien al eerder? Hoe lang? Nee, niet op die manier. Kijk, ik ben in Baruch geweest. Ik kwam er al voor. Dat we met de vrienden van GBA daar kwamen spelen. Dat is een soort van, volgens de geschiedenis, de eerste buitenlandse punkband die daar kwam. Ja. Daarvoor ben ik al een paar keer geweest bij concerten. Maar ik ben er niet vanaf het begin gekomen. De overeenkomst is 40 jaar, 53. Om het 11e, 12e rende ik de straat op achter mijn zus. Die is net ietsje ouder, zo'n verhaal. Dus en de punk en de new wave en de rockabilly en de reggae. En dat jongerencentrumleven is mij dus wel bekend. Weet je wel, ik kwam van Noord en de Baruch is Zuid. Tegen de tijd ook een beetje begrepen wat er gebeurde, gingen wij verhuizen naar Vlaardingen. Dat je ook zo'n heftig jongerencentrum. Nou ja, goed, het jongerencentrum leven is me bekend. Ja, met de bandjes. Dat hadden we vroeger natuurlijk. Hè? Ja. Ik weet nog, in Ommoord hadden we de Wal. Hier in Krooswijk hadden we de fiets. Maui Wouwie, maar dat de was fiets. Het oude dijk. Ja, de fiets. Mij. Dat was eigenlijk een dik in Krooswijk. Ja, al die tentjes, ja, dat was. Absoluut. We hadden vroeger inderdaad jongerencentra. En buiten een klein verschil natuurlijk. Want ja, we hebben zelf kinderen. Ja. Weet je wel, het idee dat je met je 13e lekker zit te blowen en een biertje drinkt. Ja, dat is het. Mijn zoon is braaf 16 jaar en die zit lekker te gamen thuis en in de sportschool. En weet je wel, ja, het kan ook wel eens anders zijn. Hè? Maar gelukkig hebben wij dat wel meegemaakt. Want absoluut wij weten wel precies wat er leeft. En als je mijn koelkast leegvreet, dan gaat er een slot op. Ja, nee, maar het leuke is wel dat er een overeenkomst in zit. Hè? Op een gegeven moment ging dat van een podium, van het jongerencentrum ging naar een podiumfunctie toe. Ja. Toen was ik er dus ook al geweest met de jongens van GBH. Mm-hmm. Dat zijn vrienden van mij op een gegeven moment leren kennen. Bij concerten, ik kom uit Vlaardingen. Dat was hun eerste buiten Engelse concert, was in Vlaardingen. Zodoende. Dus, Stadsgehoorzaal of zo? Nee. Was de OJC heette dat. Ah. Het Open Jongerencentrum OJC. OJC. De okay. Summer Street. Ja, goed. Ja, dat was heel diep gaaf hoor. Heel diep. Ja, dat was wel lachen, want er waren twee begeleiders. De ene heette Kok en de andere heette Dick. En dan kwam er een Engelse band binnen. Hi, I'm Kok. Hi, I'm Dick. Mooi. Ja, dus dat was een goede binnenkomen. Ja.
Ja, dus nee, maar met JBS deed ik altijd alsof ik rugby, dus zodat ik overal gratis naar binnen kon. En dat was in Baruch waarschijnlijk dus ook zo. Ja. Ja. Geweldig. Ja, leuk. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ja, ja. En want ik hoorde er net Boezie ook, jullie komen een beetje uit dezelfde scene dan, want voor hem was het ook, voor hem was Discharge. Punk, ik weet dan een vriend van mij, dat vroeger LP, Tom Ketting. Die zat bij mij in de klas. Wij hebben bij elkaar in de klas gezeten. En dus ook wel muziek gemaakt samen. Een beetje punkmuziek, weet je wel. En die had die witte LP van Y. Dat is Discharge, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Zo, ik slok me de blubber, joh. Ja, nee? Denk jij als stemkunstenaar, als zanger en inspreker van reclames, dat je die B-kanten, dat is gewoon de één grote... Nou, ik heb wel een LP van White Noise thuis. En dat is aan de één hele kant is alleen maar seksgeluiden. Kijk. Keihard, hè? Oké. Ja, die moet je niet keihard zetten, hè? Want, Toch weer niet. Ja, goed. Ik weet niet waar jij woont, maar... Dat leuk voor je duren. En dan ga je naar buiten lopen en dan... Hallo. Ja. 40 jaar Baruch. Ja. Dat is ook wel een ruk. En wat is jouw gevoel met Baruch? Want je hebt nu wel meegewerkt aan het boek waarschijnlijk ook. En aan het hele opzetten van deze... Ik weet dat ik in 1994 ging ik werken voor Sensi Café op de Binnenweg. En daar, ja, precies. Ja. En daar hing er een poster buiten van H2O. Ben ik toen niet geweest, nog steeds wel spijt van. Maar toen dan was al een beetje dat je dacht van... Jezus, die Baruch die doet wel hippe dingen, weet je wel. Mm-hmm. Periode daarvoor was ik al een soort van security in Nighttown. Dat heb ik een behoorlijke tijd gedaan. Bij de hardere concerten. Ik werd er op een gegeven moment bij een Suicidal Tennessee's concert. Waren twee vrienden van mij, die kregen ruzie, slaande ruzie. En dat deuk ik tussen, die wilden alle twee niet luisteren. Dus ik heb één of twee nog een jetsen gegeven. En dus na afloop kwamen die gasten van de security naar me toe of ik voor hun wilde komen werken. Okay. En dat heb ik gedaan. En zodoende heb ik die hele golf van death metal bands in het begin heb ik meegemaakt. Zeg maar vanaf 90, hè, 91. Dus de Carcass en Bolthrower en Morbid Angel. Ik heb die waren toen nog te groot voor Baruch. Zo'n verhaal. Dus die liefde is een beetje gegroeid. Ik was eerst in Nighttown, verwend, weet je wel. Ja. Kreeg in 1993 kreeg ik een ongelukje met mijn long. Toen kon ik geen uitsmijter meer zijn of security. Dat was wel mijn inkomen, maar ik was geen goede uitsmijter. Als ik iemand wegkreeg, dan was het omdat ze echt zo moe van me werden omdat ik aan het praten was. Hij zei, oké, we gaan wel naar buiten. Ga je bek, alsjeblieft. Ik kan mijn mannetje wel staan, maar het is niet mijn aard, joh. Nee. Toen mocht ik dus plaatjes gaan draaien. En toen mocht ik voor Robert Haagsma invallen, want die kon bij een metalconcert niet draaien. Die draaide meestal plaatjes in Nighttown. Robert Haagsma wel, maar dat is mij nooit bekend geweest dat hij daar plaatjes draaide. Ja, dat heeft hij behoorlijke tijd nog wel gedaan, mij. En langzamerhand... Ik ben er wel eens tegengekomen, misschien omdat hij plaatjes aan het draaien. Ja, misschien wel, ja. Hij had natuurlijk altijd de plaat al, hè. Dan krijg ze opgestuurd, die jongen. Maar jij ook. Op later pas. Het is toch wel een verslaving, hè? Absoluut. Heb ik ook nog over na zitten denken, want ja, dat doe ik ook wel een beetje. Maar jij hebt veel meer dan dat ik heb. Maar ik denk dan wel altijd na van alles wat ik nu koop en wat dan best wel van waarde is. Waar koop ik dat dan nog voor mezelf? Weet je wel, want ja, je gaat toch nadenken van... Dan ga ik je dood. En dan staat die hele kamer hier. Dus dan zeg ik tegen mijn zoon van... Als je vader de pijp uitgaat, ik zeg, als je het allemaal naar de kringloop brengt, jongen. Ja, dan kan je beter gaan even weten wat het waard is. Ja, ik zeg, ik waarschuw je. Nee, dat doe ik echt niet, zegt hij dan. Dus eigenlijk wat ik nu koop, ja, dat koop ik dan als erfenis voor mijn zoon. Nou, een beetje de eeuwigheid. Heb jij nooit dat idee van... Nou, dus wat ik heb staan is wel een beetje... Mevrouw staat daar. Ja. Een beetje overdreven, je moet het eerlijk toegeven. Maar ik ben heel veel met muziek bezig. Ik herleid muziek. Ik ben dol erop. Weet je. Als je een nummer hebt van de Henry Rollins Band van Do It, dan kom ik er ineens achter dat het van een 70-jarige band is, de Pink Fairies. Weet je wel? En dan wil ik die op plaat hebben. Zo gaat het een beetje. Ik heb geluk dat ik geld verdien met draaien, normaal gesproken. Ja. Ik schrijf er wat over, ik doe wat dingen ermee. En dik het up. Die zijn bezig met cultureel erfgoed beschermen in Rotterdam. Ja. Net op tijd, weet je wel. Ja, voordat het weg is. Voordat het weg is. En
Nou, hou ik niet zozeer van die stellingen Rotterdam en Amsterdam en al dat gauwe. Maar het is wel zo, Amsterdam zijn ze goed in te conserveren. Ook trots zijn op hun eigen product. Mm-hmm. Hè, zonder daarvoor de rest een kaartje aan te hangen. Mm-hmm. Maar Rotterdam hebben ze dat helemaal niet. We hebben de vorige expositie en, waar ik mee te maken had. Dus de hele de special, moet je dat zeggen. Dat ging over de Boutique Inn, de discotheek en de kledingwinkels. Dat vernomen, ja. En uiteindelijk heb ik de Wikipedia-pagina's gemaakt. Voor de boutiques en die van de discotheek aangevuld. Ja, want weet je wat? Maar er is helemaal geen fuck van die Rotterdamse cultuur. Nee. Hoe bizar. Dus met die Rotterdamse bands, die houden we in het achterhoofd. Ja, het is heel wat. Maar we kennen veel mensen. En op een gegeven moment ben je ook te laat. Hè? Wel, maar kijk maar aan de andere kant ook. Weet je, Rotterdamse scene is zo groot, omdat we zo bescheiden zijn. Zeg je van, ja, weet je wel, je hebt wat. Nou, oké, die gobber, dat wordt nou overdreven belicht. Weet je, je hebt zo'n theater ervan en opera en weet ik veel wat. Maar ja, kijk, met jou in verband, Okkie Huizens, die heb jij ook gekend. Ja. Maar dat is ook een Rotterdamse. Ja, Rotterdam, die heeft veel gedaan. Nou ja, kijk, dan ga je naar helemaal naar de hoek van de Willy Nilly en de Kiem en de post-punk. Ja, 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 ja. En, maar dat is veel te groot, joh. Robert. Ja, 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 Robert, jawel, Robert, maar, ja, 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 dat mag. Sorry. Ja, nee, in Den Haag zei je zat het Robbat. Maar hier zeggen ze... Ja. Wat zei Boezie? Robert. Ah, oké. Okay, ja. Maar je hebt gelijk. Maar ja. Ik vind het toch zonde, met alle historie die wij in onze achterzak hebben, of mensen die we kennen, om dat zo voorbij te laten gaan. Want dat moeten we niet doen. Ik heb er nooit over nagedacht, maar nu ik hier zo zit en ik met Simone heb gesproken, denk je ineens van. En toen spraken we heel veel dingen, ook met Leo. En. Ik denk, Jezus Christus, wat weten we eigenlijk veel, weet je wel? Ja, ik bedoel, absoluut alleen waar. Maar van alle muziek die vroeger hier in Rotterdam, de concerten in de Kuip en in de Ahoy, wat hier gebeurde alles. Ja. Maar ook de verhalen die daar omheen hangen, want de meeste Rotterdammers uit de muziek zien werkten bij die concerten. Ja. En daar zijn hele mooie verhalen. Het mooie is ook, wij zijn allebei de ambassadeur. Hè? Ja, toch? Dat ook. Ja, van Baruch, even terug naar het onderwerp. Ja. Daar ben ik op een gegeven moment geworden. En kijk, ik kan wel erkennen als ik terugkijk. Zeker met corona stilstand, kut. Weet je wel, zo van vervelend, maar ook doorgeknipt. Ja. Toen ik 50 werd, ben ik de clubs uitgegaan met draaien. Ik ben een allround draaien voor de mensen die dat niet weten. Weet je wel, ik heb heel veel geld verdiend, of een inkomen verdiend, met commercieel draaien. Ik hou ervan mensen blij te maken. Ja. Rond mijn 50ste ging ik de club uit, ben ik bedrijfsfeesten gaan doen. En de corona kwam precies op tijd, want dat is dodelijk vervelend. Ik verdiende heel veel geld, ik kan dat echt heel goed. Zelfs als de mensen niet weten wat ze willen horen, kan ik dat wel. Nou, dat is wel mijn werk. Mm-hmm. Maar ik vind het niet erg dat is gestopt, zeg maar. Ja. Terug naar het onderwerp. Ik heb wel heel lang heel veel gedraaid. Op een gegeven moment word ik gevraagd voor ambassadeur van Baruch. En daar ben ik niet vals bescheiden, maar dan denk ik, Jezus, waarom? Weet je wel, ik wil wel, vind ik geweldig. Rianne was gevraagd, jou leerde ik kennen daardoor eigenlijk een beetje ook. Ja. Kees van Bemmel, laten we niet vergeten. Ja. Die mensen. Hey, Okkie, ik vind het helemaal te gek dat je hier was. En dit is de eerste editie voor Baruch TV. En het is een nieuw idee wat we gelanceerd hebben. En we gaan zien hoe het gaat lopen. En jij was erbij in de eerste editie. Hoe vind je dat dan? Terwijl Charlie Watts doodging. Zo. Nou, dat is wat, hè. Hier gelijk weer kippenvel. Oh, sorry. Ja, ik had misschien al gehouden. Hé, mensen. Dit was die dan. Okkie Vijfwinkel. En tot de volgende ronde. De mazzel.